Eva Kroetsen is een 26-jarige cabaretière die in 2012 de publieksprijs won van het Amsterdams Kleinkunstfestival. Bankzitten is een fraaie eenheid van hilarische sketches, waarnemingen en fijnzinnige kleinkunstliedjes. Vrijdag 27 februari om 8:30. Guo Mini Festival. Celtic Night 3-in-1. Drie topconcerten op één avond. Behalve Keltische muziek lopen drie zangeressen als een rode draad door de avond. Alle mogelijke instrumenten bespeeld door toppers brengen deze voorstelling tot een onvergetelijke avond. Zaterdag 28 februari om 8 uur. De Gezellen van de Spelen met de komedie Wie van de Drie. Voor het derde jaar op rij hebben de gezellen ervoor gekozen om het publiek een vermakelijke avond te bezorgen. De familie Bruinsma, na de camping van Groeten van de Veluwe, nu beland in een duur hotel. Vrijdag 6 en zaterdag 7 maart om 8 uur. Luider en Van Donselaar, de revue gepasseerd. Na een heftige ontwenningsperiode, het kleien van asbakken, knuffelen met koeien en het haken van eierdopjes wist de gerenommeerde afkikspecialisten het zeker. Deze vrouwen zijn niet meer te redden. Gezellig en warm volksvermaak. Donderdag 12 maart om 8:30. Mark van der Veerdonk, Tof. De cabaretier heeft genoeg van al dat gesomber. Tof is de 14e voorstelling van de Brabander. Het wordt weer 2x50 minuten verbaal vuurwerk. Vol onverwachte grappen, belachelijke anekdotes en onmogelijke verdraaiingen. Zaterdag 14 maart om 8:30. Jeroen de Waard en Sjoerd Winsen. Trio Mannelijk Onvermogen. Vroeger was het simpel. De man sneed het vlees en pakte het grootste stuk. In een drieluik geven ze taal en vorm aan deze alledaagse worsteling van het man zijn. Zaterdag 21 maart om 8:30. Caroline Borgers met Zeker Weten. Voor de vierde keer terug in de theaters. Na de succesvolle reprise van Happy End staat ze voor vanaf oktober in de theaters met Zeker Weten. Met gitarist Oker Gevaerts, een piano en een dijk van een stem zal ze een positieve invloed hebben op uw avondje uit. Donderdag 26 maart om 8:30. Het Oosterwijks Orkest en de Molenzangers met een lenteconcert. Het levenslied en andere vrolijke liedjes staan centraal op deze avond. Gezellig meezingen met dit geweldige koor dat begeleid wordt door het onvolprezen Ho, het Oosterwijks Orkest. Vrijdag 27 maart om 8 uur. Andy Marcelissen, Dichter bij het Volk. Dit jaar winnaar van de Narrekap van het Keibijterfestival is weer in Tiliander. Een programma met een lach en een traan. Waarbij de ontroering een lach van warme emotie kan oproepen. En een rollende traan over een wang na een besmettelijke lachbui. Zaterdag 28 maart om 8:30.